Parijs. De stad van de Olympische Spelen in 2024. En de stad van onze klimaatafspraken voor 2030. Hebben we in Nederland met waterstof als een van de nieuwe energiebronnen goud in handen? Ik ben Renomi Kromowidjojo. In 7 afleveringen duik ik samen met Jorg Hiedler in de wereld van waterstof. We peilen de stand van Nederland waterstofland op weg naar 2030. En nemen je mee langs onze waterstof-economie in opbouw. Welkom bij Die Andere Reis naar Parijs. Vandaag ontdekken we waarom transport en opslag van waterstof goud waard zijn. Nederland kent een uitstekende uitgangspositie, maar de weg naar succes is niet zonder obstakels. Ilko, waar zijn we vandaag en wat gebeurt hier? We zijn nu op de top van de caverne, Naomi. We zijn bij Huistok, dat is vlakbij Veendam. En in die caverne slaan we nu aardgas op. Maar over een paar jaar gaan we hier ook waterstof opslaan. Ja, dit zie je hier onder de grond. Dat moet je je voorstellen. Het is allemaal zout hieronder. Je gaat een kilometer omlaag. En daar zit zo'n caverne en daar gaat het waterstof in. En dan komt er later weer uit natuurlijk. Dus een kilometer waar wij nu staan. Daar is die caverne. Daar zit die caverne, ja. En waarom is die opslag van waterstof nou zo belangrijk? Nou, kijk om je heen, hè. Het zonnetje schijnt vandaag, we hebben ook nog een beetje wind. Dus er is energie die we vandaag kunnen pakken. Maar er zijn ook heel veel dagen geen wind, geen zon. We hebben ook energie nodig. Wat wij doen met groene waterstof is eigenlijk als de zon en de wind er zijn, pakken we de energie op. Trekken door de elektrolyse heen. Dan hebben we groene waterstof. Dat bergen we op in zo'n caverne. En kijk aan, in de winter, donkere dagen, geen wind. Dan halen we de energie er weer uit. En ja, en dat is heel veel waard. En dat is straks in een duurzaam systeem ontzettend nodig. In deze zoutcavernes, ongeveer de grootte van de Eiffeltoren, past circa 6000 ton aan waterstof. Kijkend naar de toekomst kunnen we ook lege aardgasvelden benutten voor opslag. Die zijn veel groter dan zoutcavernes en kunnen dus veel meer waterstof opslaan. Qua opslaghoeveelheid verslaat waterstof batterijen met gemak. Er kan makkelijk 1000 tot 10.000 keer meer in hetzelfde volume. Kun je mij vertellen waarom Nederland goud in handen heeft met dit project? Ja, Nederland is echt wel heel bijzonder. Kijk, wij hebben een aardgassysteem en dat kunnen we heel makkelijk voor een deel omzetten naar waterstof. En wij gaan als eerste in Europa een landelijk dekkend waterstoftransportsysteem maken. Daar knopen alle grote industriële clusters aan. Dus dat is een heel mooi systeem. Als je dat hebt, heb je meteen een hub. En dan worden we dus heel belangrijk in heel Europa. Dat zijn we met gas natuurlijk ook. Maar dat willen we met waterstof ook worden. Want dan gaat het erom om al het waterstof eigenlijk uit de wereld naar Nederland toe te trekken. En hier in ons mooie land te gebruiken en weer door te zetten naar Duitsland. Dus Nederland heeft goud in handen? Nederland heeft goud in handen en dat is nieuw goud, Renomi, dus jij kunt je goud gewoon houden. Hartstikke mooi. Daar zit dus die elektrolyzer in. Dat kleine slangetje, dat komt eruit. En dan gaat het naar die... Gaat het daarin? Gaat naar die witte tank. Die ontwikkeling van het landelijke transportnetwerk, dat lijkt me een mega klus. Wat zijn nou de grootste uitdagingen? Dat zijn er natuurlijk nog wel een paar. Hè? Maar ik denk dat het allerbelangrijkste eigenlijk is, het is helemaal nieuw. En alles wat nieuw is, kost een beetje tijd, kost heel veel energie en moet je iedereen in meenemen. En dat is met zo'n waterstofnetwerk ook. Kijk, technisch is het fors, maar best te doen. Maar we moeten natuurlijk draagvlak krijgen in de samenleving. Daarom doen we ook missie H2. Maar we moeten draagvlak in de samenwerking. Dat doen we heel intensief samen, ook met het ministerie. Dat gaat perfect, moet ik zeggen. Maar vanaf daar moet je natuurlijk wel het vergunningenproces door. Je moet de lokale bevolking altijd meenemen. Ja, weet je, dat is wel onderdeel van onze samenleving. En zo doen we dat dus ook. Een mega klus, maar we zijn hard op weg. Ja, we zijn ook echt gestart. Hè? Dat ook nog wel even. We zijn in Rotterdam ook echt al aan het bouwen. Dus het eerste stuk, nieuwe leiding. Wordt in de grond gelegd. Dus ja, het is een mega klus, maar hij is begonnen. Het is begonnen, mooi. Bij de realisatie van een waterstofnetwerk kunnen we leunen op ons bestaande gasnetwerk.
Uiteindelijk is de bedoeling dat we voor het grootste gedeelte gebruik maken van bestaande aardgasleidingen en we dus niet alles nieuw hoeven te bouwen. De nieuwbouwkosten van zo'n netwerk wordt geschat op 6 miljard. Door bestaande gasleidingen te gebruiken, kunnen de kosten worden verlaagd tot circa 2 miljard. Deze investering wordt later terugverdiend via de tarieven voor waterstoftransport. De overheid heeft 750 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanloopverliezen, omdat de infrastructuur in het begin niet volledig wordt gebruikt. Zoals je kunt zien zijn we goed op weg. In de volgende aflevering leggen we je alles uit over de toepassing in de gebouwde omgeving en waarom het belangrijk is om zo snel mogelijk te verduurzamen. Tot ziens!